barbecue aansteken. Een barbecue kun je op verschillende manieren aansteken. Ben je van plan veel en lang te gaan barbecuen? Gebruik dan meer kooltjes of briketten dan wanneer je alleen maar een paar gerechten gaat barbecuen. Kies je voor houtskool of losse briketten? Zorg er dan voor dat de aanmaakblokjes gelijk over de kooltjes verdeeld zijn. Let erop dat de aanmaakblokjes niet alleen op, maar ook tussen en onder de kooltjes liggen. Nu kun je de aanmaakblokjes met een lange lucifer aansteken. Houd voor de veiligheid altijd een emmer water bij de hand. Nu is het een kwestie van geduld. Terwijl de aanmaakblokjes opbranden, worden de kooltjes heet. Controleer of de kooltjes gelijkmatig warm worden. Verplaats waar nodig ze met een tang. Pas als de kooltjes echt grijs en wit heet zijn en er geen vlammen en rook meer zijn, kun je beginnen met barbecuen. Snel en heel makkelijk in gebruik zijn briketten. Het verschil met kooltjes is dat briketten makkelijker aan te maken zijn en langer en gelijkmatiger branden. Je kunt ze loskopen of zoals hier in een verpakking die je in zijn geheel aansteekt. Zo maak je een barbecue aan. Aan de slag met de barbecue. Met aparte schalen en tangen voor de gebarbecuede producten voorkom je kruisbesmetting met de rauwe ingrediënten. Rooster de producten in volgorde van bereidingstijd. Begin met de ingrediënten die het langst duren om gaar te worden. Bij harde groenten als een maïskolf of aardappels kun je deze kort voorkoken. Dat gaat een stuk sneller. Ook lekker op de barbecue zijn groenten als groene asperges, aubergine en courgette. Ga je kip barbecuen, dan is het slim deze eerst voor te koken tot deze gaar is. Bijvoorbeeld in de oven of door de kip kort voor te koken. Zo ben je er zeker van dat de kip gaar is en heb je de lekkere barbecue smaak. Zorg er bij het roosteren van spiezen voor dat alle producten ongeveer even groot zijn, zodat ze allemaal gelijk verhit worden. Delicate vissen kun je ook roosteren in een pakketje, met naar smaak kruiden of groenten erbij. Smeer vis, vlees of groenten eerst met een klein beetje olie in voor je deze op de barbecue legt. Dit om te voorkomen dat ze aan het roosteren blijven plakken. Gebruik barbecuevorken alleen om iets van de barbecue te halen. Prikken in het vlees zorgt ervoor dat de vleessappen verloren gaan. Een tang is handiger. Barbecue saus en marinades bevatten vaak suiker. Dat verbrandt snel en blijft plakken aan het rooster. Gemarineerde producten kun je dus het best als laatste barbecuen. Zo rooster je vis, vlees en groenten op de barbecue.